Nou, we hebben de kast dus besteld bij Wolters. Jesse Silver is gevallen en heeft een snee. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi, Tatties. Welkom bij een nieuwe video. Mijn naam is René en dit is Jesse Silver. Nou, ik werd net gebeld door de crash. Jesse Silver is gevallen en heeft een snee. Zijn allereerste echte ongeluk. En ja, de vraag is of het gelijmd moet gaan worden. Ik heb echt geen idee. Ik bel de huisarts en die zijn dan weer niet dagelijks beschikbaar. Dan moet het wel bereikbaar voor een spoed. En dan denk ik, ja, is dit dan een spoed? I don't know. En dan kan ik zomaar naar de EHBO. Of heb ik dan toch een huisartsen ding nodig? En ja, Sergio die is naar de logopedist in Arnhem, dus die heeft de auto. Dus ik heb nu mijn moeder gebeld en die komt eraan met de auto. Dat is toch net even wat fijner dan dat ik nu nog op de fiets moet stappen met hem. Ben ik zwaar over het licht weer. Nou, maar niet uit, ik ga even kijken of ik dit kan fixen. Good boy. Ja, poepie. Poepie. Doe maar niet. Doe maar niet. Doe maar niet. Oh, en ook gisteren schuiven gemaakt op je neus. En ik ga vandaag deze doos uitpakken. Ik ben zo fucking blij. Want onze opbergruimte is nogal een beetje spaarzaam in huis. Ondanks dat we een nieuwe kast hebben en dergelijke. Die was wel een stukje kleiner dan we hadden verwacht. Dus hebben wij nog een extra kast besteld. En die hebben ze net afgeleverd. En ik ben er super blij mee, want ik heb altijd al zo'n kast willen hebben. Dus ik heb René een beetje moeten overtuigen. En een beetje overtuigingskracht moeten toepassen. Maar het is gelukt. En nou, we hebben hem toch samen besteld en samen uitgekozen. Dus ja, ze zal het ook heel erg mooi vinden, natuurlijk. Ze is er heel blij mee. We waren aan het wachten. Kijk, het is echt een super grote doos. Die zal Jesse ongetwijfeld hartstikke leuk vinden zo meteen om in te kruipen. Maar daarvoor moet ik natuurlijk wel eerst de kast eruit halen. Nou, we hebben de kast dus besteld bij Wolters. We hebben de kast besteld bij Wolters wonen. En ik wil even wachten met uitpakken dat René thuis zou komen. Maar ze zegt, maak maar gewoon open, vind ik niet erg. Dus ja, ik ga hem gewoon openmaken. En we gaan eens kijken hoe dat hij in onze woonkamer staat. Ik ben echt zo blij. Echt zo'n mooie kast. Ja, waar gaan we beginnen? Dit guys, een plankje bovenop, dus een beetje dat rusty look en gewoon drie dikke leggers, voldoende ruimte om al onze zooi in kwijt te kunnen. Dus nou gewoon van die plastic bakken kopen, daar kan het allemaal mooi in. Dutch bone, daar is die van en hij komt daar zo. Heel blij mee en dan ga ik op zijn plek zetten en een klein beetje inruimen alvast. En dan nou, ben ik benieuwd wat René er straks van vindt. Maar die vindt het ongetwijfeld ook een te gekke kast. Te gekke kast. Nou, ondertussen hebben we de doos omgebouwd tot huis. Hey! Hey Boef! Is dit jouw nieuwe huis? Ja? Ben je aan het kijken wat voor behang erop moet? Hè? Welke kleur ga je erop gooien? Dat is gek, hè? Dat is gek, hè? Uh-oh. Nee, je huis gaat vallen. Oh. En je huis kan ook omvallen, inderdaad. Nou, veel plezier, hè? Zo, mijn baby is thuis. Ja. Wat is dit? Het is
Het zijn roller skates. Ja, maar eigenlijk hebben ze gekocht omdat ik het er gewoon altijd heel leuk uit vind zien. Ja, niet echt om te gebruiken. Dus ik denk dat ik ze gewoon laat staan. En ik hoop dat ze pas, want ik heb normaal echt maat 40. 39 is te klein. Maar ik kom alleen maar of 39-40 of 41-42 kiezen. Dus je hebt 41. 41-42. Want 39-40 hadden ze ook niet meer in deze kleur. En op jouw advies... Het is gewoon een kwestie van een extra sok. Op jouw advies was het ook nog van... inderdaad... Extra de klein, te groot kun je nog compenseren, te klein niet, zeg maar. Wat vind je van de kast? Ja, helemaal top. Helemaal te gek gaaf, te wouwie. Helemaal gek gaaf, wouwie. Woepie, woepie, woepie. Ja, het is helemaal cool. Maar even blijven. En stof, hè? Ja, top. Oh ja, hele toffe kleur. Ben je happy of zo? Ja. Hoe blij je kunt worden van iets leuks komen. Ik hoop alleen dat ik ze pas. Kikken. En er zit ook nog een helm in, want ik dacht wel van ja. Ik ga even onze kind uit de trekpot trekken. Ja. Ik ben wel skielers gewend. Maar dit niet. En dit schijnt echt wel lastig te zijn. Dus ik dacht, weet je René, doe nou gewoon slim. En bestel ook een helm erbij. Andere bescherming heb ik al. En die heb ik natuurlijk in kleur. Nice. Het is allemaal wel afwachten op de klas. Ik heb een S'je besteld, maar... Ja, maar je had van de motorhelm ook S, toch? Ja. Ah ja, dat past wel. Precies. Wat ben je aan het doen? Jazzy. Ja, 41-42, dat is wel een aardige maat inderdaad. Oh, dit is wel echt veel groot. Dit is een knap jij! Oké, nou, doe jij eens maar even rustig proberen. Ja, ga je even een hond uitlaten ook. Maar, we hebben ook nog iets binnengekregen. We hebben vandaag 3 pakketjes binnengekregen. De kast, jouw rolschaatsen en... We hebben weer bij XXL Nutrition het een en ander besteld. En we hebben eiwitten besteld. Super 100% egg albumin. Dit zijn dus die eiwitpoeders die we dus moeten gebruiken voor al die recepten. En wat ik dus echt super tof vind van hun, is dat ik, had ik een tijdje terug, vorig jaar of zo... best wel behoorlijke bestelling geplaatst en dan kreeg je een aantal goodies bij en kon je kiezen. En dan had ik dus die hele leuke drinkfles, maar die was geen lekker. En dan had ik dus een review geschreven van, joh, hè, eerlijk is eerlijk, ik heb hem gehad, blij, ik ga niet klagen, ik vond het een super fijne fles, maar hij is wel geen lekker. En toen schreef ze van, stuur even een mailtje. Dat heb ik gedaan en toen kreeg ik een mailtje terug met een kortingscode om bij een volgende bestelling deze gratis in te voeren, want de fles zijn normaal 5 euro. Dus ik heb een nieuwe. Echt heel erg heel erg leuk. De eiwitten en ik heb er dan ook nog eventjes beef jerky alleen voor echte mannen. Nee, dat is natuurlijk onzin. Ook voor echte vrouwen. Maar dit is heel lang geleden dat ik die heb gegeten. En ik had daar weer een zin in. Ik zag ze voorbij komen. Ik denk, bestel ze gewoon. Okay. In 2 smaken. Thai en teriyaki. Coming soon. Dus dat we die gaan proeven. Eens even kijken, wat ben jij allemaal aan het uitvreten? Hij is alle blaadjes aan het... Uit elkaar aan het scheuren natuurlijk. Dat is leuk. En mama op haar hoofd slaan. Of mama heeft een helm op.
Knappe. Heb je nou al extra sokken aangedaan dan? Nee, nog niet. Oké. Ik ga de honden uitlaten. Oh ja, wat is nou weer een halve lepel? Nou, hè? Een halve lepel is gewoon een lepel. Hebben jullie dit ook altijd? Maar dan niet helemaal vol. Hebben jullie dit ook altijd? Oh ja, lekker handig is dat, hè? Oké. Het is nu avond. En still going strong hier. Ik heb persik, appeltje, havermout, beef jerky. Die ga ik morgen proeven. En ik heb een bak salade in de koelkast staan, dat wil je niet weten. En René is also still going strong. Die is momenteel een fruit kokos smoothie aan het maken. En dat is allemaal voor morgen. Er zit dus de eiwitpoeder in van XXL Nutrition. Er zit in 25 ml kokosmelk. Er zit in een banaan. Een beetje aardbeien. En honing, hè? Ja. Corona! Volgens mij heb ik iets te laat op ter gedrukt. Want er staat hier anderhalve scoop. En ik zit nu pas op 17. Een beetje bij. Oké, maar moet ik er ongeveer nou nog precies water bij doen? Dat was geen scheetje, maar dat waren mijn voeten. Oh, 275 ml water. Waarom? 275 ml water. Ga niet passen. Oh, dat gaat niet passen niet. Ga niet passen dit. Dat is wel... Veel, hè? Ja. Nou, kijk hoe het eruit ziet als we het in de blender doen. Auw! Kijk uit, een deur staat open. Dat is dan mijn ontbijt. Nice. En dan, dan drink ik er gewoon naast. Hetgeen wat ik nog niet erin had gedaan. En ik dacht als tweede dan maar weer de tonijnsalade. Oh ja, en die hebben we al een paar keer gemaakt deze week. Die valt goed in de smaak. Die is lekker, ja. Die vult ook goed. Lekker veel. Het was weer een toffe dag. Zeker. We hebben de kast, we hebben de schaatsen, we hebben de eiwitpoeders. We hebben gewoon bijna allemaal te veel om op te noemen. We zijn zo blij, we zijn zo gelukkig. Fijne nieuwsberichtjes. En goed eten, still going is... zit voor jouw gezicht. Still going strong. En... je wordt er ook steeds handiger in, dat merk ik inderdaad wel. Het is gewoon dat afwegen in het begin, en dat had Ruben ook gezegd. In het begin is het is echt wel even zoeken en zo. Ja. Maar op zich, je handigheid een beetje erin begint te krijgen. En je weet wat je kunt pakken. En Philadelphia, daar heb ik eigenlijk nooit gekocht. Het is niet echt een product, wel vaak gehoord en zo. Maar niet echt een product wat ik zelf gekocht heb. En nu dat ik het dan gekocht heb, denk ik van, ik kan... Oh, dat was wel heel Brabants, hè? Heel veel dingen. Ik denk van, je kan het zoet maken, je kan het zout maken. Dus het is wel een lekker product ook. En morgen maar weer eens een picknick bestellen, denk ik. Ja, wel fijn. Want we gaan even alles eraan komen brengen. Ja. Brengen. Rustig van uitzoeken. Ja. Ons ontbijtje en lunch voor morgen is weer klaar en het is nu tijd om te gaan slapen, want ik moet morgen hartstikke vroeg op en daar heb ik ontzettend veel zin in. Maar dat maakt niet uit, zo is het leven, we gaan lekker door. Vond je dit nou weer een leuke toffe vlog, dan duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en een belletje aan te zetten, zodat je weer alle video's meekrijgt die wij uploaden. En voor nu zeggen wij welterusten en tot een volgende keer. Ciao, 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 ciao.